De langslevende krijgt in ons recht alles. Dat is al lang, dat is alleen in Nederland zo. In de rest van de wereld is dat niet zo. Alleen in Nederland is dat zo. In Nederland gold tot 1923 nog dat de langslevende echtgenoot een kindsdeel, vanaf sinds 1923 tot 2003, dat de langslevende echtgenoot een kindsdeel kreeg. Sommigen van u zullen dat nog weten. He, kreeg een kindsdeel, bij 2 kinderen kreeg ze 1/3, he, bij 4 kinderen 1/5. He, dat was die regeling was een straf op de vruchtbaarheid, heette het wel. Nou, bij ons in Brabant, he, en hier in Wijchen denk ik ook, kreeg die langslevende echtgenoot dus altijd minder dan 1/10 vroeger. He. He, ja, dat waren grote gezinnen. En hoe meer kinderen, hoe harder je het eigenlijk nodig had, hoe minder je kreeg. He. Dat was natuurlijk in feite een misdadige regeling. Sterker nog, voor 1923 kreeg de langslevende echtgenoot helemaal niks. En waarom niet? Omdat die langslevende echtgenoot meestal een vrouw was. Dus niemand die had er zin voor om voor die vrouw te vechten. Want de gehuwde vrouw was zelfs nog tot 1957 handelingsonbekwaam, hè, in Nederland. Ja, dat realiseerden ze misschien niet, maar sommigen zullen misschien nog een moeder hebben gehad die ook de eerste 19 jaar van haar huwelijk handelingsonbekwaam was. Hè? De gehuwde vrouw was tot 1957 handelingsonbekwaam. Die stond gelijk met een huisdier. Ja, niet, die stond gelijk met een huisdier. In Engeland hadden ze een soort gelijke regeling, en dan merk je dat nog, dan zegt regelmatig die man tegen zijn vrouw, my dear. Dus dat is best te begrijpen. De langslevende echtgenoot die was handelingsonbekwaam. Nog tot 1 januari 1970 was de gehuwde vrouw, stond in de wet, dat de man het hoofd der echtvereniging was. Tot 1 januari 1970 was de man het hoofd der echtvereniging. Toen ik thuis kwam, ik ben in 1969 getrouwd en nog steeds met dezelfde zoals ik tot mijn genoegen mocht lezen. Ik dacht dat toch wel, maar dus ik ben al sinds 1969 getrouwd. Ik weet niet goed, toen ik trouwde kwam ik thuis in 1969. En toen kwam ik dus ik s'avonds van het werk terugkwam. Wie kwam daar binnen stappen dan in de keuken? Het hoofd der echtvereniging. Dat is niet meer zoals u weet. Wij zijn geen hoofd der echtvereniging meer. Integendeel, wij hebben niks meer te vertellen thuis. Daarom ga ik vaak optredens verzorgen, s'avonds overal. Hey? Ik weet soms dat je snel weg moet wezen, maar goed, vandaag was het wel wat later dan. Nou, dus de langslevende echtgenoot is sinds 2003 is de langslevende echtgenoot bij ons spijkoper. Die krijgt alles. Geldt dat ook voor een tweede echtgenoot? Want wij leven in de tijd van het seriële huwelijk. We zijn steeds getrouwd, maar steeds met een ander. He, als je iemand vraagt, ben je binnenkort 25 jaar getrouwd, dan moet je altijd vragen, en hoeveel dames heb je daarvoor nodig gehad? Om aan dat aantal jaren te komen. Dat kan de langslevende echtgenoot. We leven in de tijd van de seriële huwelijk, dus de langslevende echtgenoot is vaak ook de tweede echtgenoot, de derde echtgenoot, et cetera, et cetera. Aan mij is het niet besteed, zoals u al merkt. 42 jaar met dezelfde getrouwd. Ik ben een man van de vaste planten. Hey, en niet van voren duurt een nieuw bosje bloemen. Valt mij goed hoor. Daar wil ik niks voor zeggen. Goed pook ontgeven, die vaste plant, dan komt het wel goed. Wat ik het ook moet hebben is, als die langslevende krijgt alles. Maar let wel, die langslevende, als het een tweede of derde echtgenoot is, dan zit er wel een probleempje. Namelijk, dan kunnen die kinderen die weer een vordering krijgen, als de eerste ouder overlijdt, kunnen die tegen zijn stiefouder veiligstelling van hun vorderingen verlangen. Dus dan kan die langslevende tweede echtgenoot, die stiefmoeder gemakshalve even, kan ook voor vader gelden, die kan dan niet alles opmaken. Als die kinderen dat niet willen. Dat kan dus heel vervelend zijn. Als je zegt, luister, ik wil niet dat mijn tweede echtgenote dat die last heeft van die kinderen. Dat wil ik niet. Dan kunt u de rechten aan die kinderen ontnemen. Dan kunt u naar de notaris stappen en zeggen, notaris, als ik doodga, gaat alles aan de langslevende, dat weet ik volgens de wet al. Maar ik wil niet dat mijn kinderen aanspraken maken op bepaalde rechten jegens die stiefouder. Die moeten mooi wachten tot die dood is. En die zal bij testament wel regelen dat dan alles toch naar mijn kinderen gaat en niet naar haar familie. Dat is een kwestie van vertrouwen dan. Dat kunt u zo regelen. Maar het kan dus ook zijn dat u denkt, ik heb een mooie vrouw op het oog. Ik ben zelf ridder te voet, ik heb geen veren van mijn lippen te blazen, maar ik heb een hele mooie vermogende en mooie volle weduwe heb ik op het oog. Hè? En daar wil ik samen kruisjes mee gaan maken op haar centen, op haar kosten. Hè? Dan kan dat dus behoorlijk tegenvallen.
En want als die kinderen dan veiligstelling van hun vorderingen verlangen, dan is het besteedbare vermogen wellicht een stuk kleiner dan ik oorspronkelijk had gedacht. En dan heb je dus enorm veel pech gehad. En dan stuit je dus weer op het bekende werk uit de erfrechtelijke dichtbundel, waar ik vaak kennis van neem. En dan zegt de dichter in die bundel zegt het volgende over dit probleem. Dit probleem is dat je een weduwe trouwt die je denkt goed af te zijn, maar dat valt behoorlijk tegen. Die zegt, wie worsten koopt of weduwen trouwt, weet nooit wat daar is ingedouwd. Hey? Ja, dat is een citaat, hè? Dat is gewoon een citaat. Wil ik begrijp best de deur op lachen, maar het is een citaat en het is ter toelichting van het betoog. Het maakt voor de mensen toch een zaak een hoop duidelijker, denk ik wel. De vraag die ook nog wel op de lippen brandt bij sommigen is, kan ik mijn echtgenoot ook na bijvoorbeeld 42 jaar nog onterven? Ik zie sommigen nu zeggen, ja, zeg het, ik wil dat weten. Dat is het doel van mijn komst, dat ik dat vanavond eens even overbouw. Wel nu, u kunt uw echtgenoot ook na 42 jaar nog onterven. Ja? Moet zij dat weten, is interessant. Want als zij dat weet, dan wordt er dus niet meer gekookt. He? Dan kunnen u het verder maar schudden thuis. Dan zal de sfeer niet ten goede komen. Dat hoeft zij niet te weten. Dat is fijn, hè? Dat hoeft zij niet te weten. U gaat naar de notaris toe en u zegt, notaris, ik onterf dat wij van mij. He? U kunt het ook wat netter en beschadigd zeggen natuurlijk, maar meestal zeggen ze het ongeveer op dit niveau. Hè? Ik onterf dat mens. En dan zegt de notaris, zou je dat wel doen? Maar de notaris heeft er niks. De notaris maakt het testament niet. U zegt, dan maak ik wel uit de notaris. Schrijf op, ik onterf dat mens. Kan het mens er iets aan doen? Nee. Niets. Daar kan die mevrouw helemaal niks aan doen. U zegt het ook helemaal niet. En het is natuurlijk, ja, het moet dus eigenlijk een verrassing blijven. He? En dan zeg je wel, ik zie een hoop van die mensen die zeggen, dat doet men een Joop niet. He? Ik zie men een Joop niet doen hoor. Nee, geen sprake van. Maar je moet wel begrijpen dat er een hele hoop mensen zijn die hun hele leven lang niet op één grap betrapt zijn, maar de enige en laatste grap voor het laatst bewaren. Hè? Nee, wat dat betreft de jeugd niet voor het avond is hoor. Jongen. Een ander probleem van erfrechtelijke snit betreft de kwestie van hoe zit het met de langslevende niet-huwelijkse levensgezel. De informele niet-huwelijkse levensgezel, daar bent u dus niet mee bij het gordijn geweest. He, u hebt alleen een latrelatie of hebt ergens iets opgedaan en het rommelt maar een beetje aan zo. Maar u hebt er verder geen formele status aan gegeven. Dat zie je tegenwoordig heel vaak. In deze tijden, dat als ik bijvoorbeeld op recepties loop, dan ik kom er altijd met die vaste plan binnen. En die zet ik dan ergens, binnen en dan ben ik gewoon, ga ik zelf in de bar hangen. En dan wacht ik maar tot de receptie afgelopen is. Maar mijn vrienden, dus die komen vaak dan ook zo de receptieruimte binnen. Hè? En die komen dan zo lopen, die receptieruimte. Dat begrijpt u wel. Dus dan denk je, trots als een pool lopen ze door die receptieruimte. Hè? En dan op een gegeven moment denk ik, ja, wat lijkt dat toch op? Wat lijkt dat nou toch op? Hè? En ik dacht van de week in één keer, ja, nou heb ik het gezien. Kijk, het is wildseizoen, hè. Het is wildseizoen. Het lijkt er dus wel op of die man een haas gevangen heeft. Hè? Hè? Of die zo'n haas, of die daar door die receptieruimte sleept. Hè? En dan denk ik van, ja, hoe een koe een haas vangt, denk ik dan. Hè? Ja, en dan loopt hij met die haas loopt hij de hele receptieruimte rond. En dan af en toe moet de haas eventjes de oren wassen. En dan gaat ze eventjes weg. En dan vraagt hij mij, erft die haas iets als ik doodga? Ik zeg, hoezo? Ik zeg, woon je er mee samen? Nou, nee, ik woon er niet mee samen. Ik zeg, nou, ja, dan, als je geen testament gemaakt hebt, erft ze niks. En trouwens, als je samen woont, erft ze ook niks. He? Helemaal niks. Nou, zie, dat komt mooi uit dan. Dat is heel goed. Prima, hè? Fijn. Komt zij terug natuurlijk, van de handen wassen, of van de poten wassen dan, want het is een haas. Dan komt ze terug en dan zegt ze, van, heb je me gevraagd wat ik erf als jij doodgaat? Zegt ze, want ja, ik heb mijn baan opgegeven en we hebben het samen ook heel gezellig. Hey Joop, ja, heel gezellig hoor. Nou ja, dan zegt hij natuurlijk, nou, ik heb het hem gevraagd en inderdaad, als ik doodga, krijg jij niks. Maar ik heb besloten om morgen naar de notaris toe te gaan om te zorgen dat jij van mij iets erft. Daar zal ik in ieder geval voor zorgen. Dat hebben we hetzelfde verhaal eigenlijk als straks al. Dat heeft natuurlijk allemaal niet zo'n zin, dat soort toezeggingen. Maar goed, hij zegt dat je dat zal doen.
Hij zal haar testament bevoordelen. Dan is de vraag, hoe werkt dat uit? Kunnen de kinderen van die man daar iets tegen doen? He, dat hij zijn vriendin met testament bevoordeelt. Kunnen die kinderen daar iets tegen ondernemen? Het antwoord luidt, daar kunnen die kinderen niets tegen ondernemen als hij het goed geregeld heeft bij het testament. Dan kun je een niet-huwelijkse levensgezel in dezelfde positie plaatsen als een echtgenoot. Die kun je een vrijstelling bezorgen van 6 ton, ruim, he, mits je voldoet aan een aantal eisen. Niet als er een latrelatie is, dan betaalt ze gewoon het hoogste tarief, 30-40%. Maar als het dus lijkt op een huwelijk, maar dan moeten ze in dit geval moeten ze wel samenleven. Dat doen we een huwelijk niet. Ze moeten ongehuwd wel samenleven. Ze moeten een notarieel samenlevingscontract hebben en op hetzelfde adres zijn ingeschreven. Als dat zo is, dus je woont echt bij elkaar, dan kan die man eigenlijk rustig doodgaan. Dat zal dan waarschijnlijk ook wel tamelijk snel geschieden als je een beetje pech hebt. Want ze had nog gezegd, ik breng jou aan je eind. He, nou, dan had hij ook goed moeten nadenken wat ze daarmee bedoelde. Als hij dan doodgaat en zij erft, dan heeft zij dus een vrijstelling van 6 ton. Mits er wordt samengeleefd in ieder geval. Samen gewoond op hetzelfde adres en een samenlevingscontract is. En dat is vaak een probleem. Immers, ja, je moet dan, als je aanvankelijk een latrelatie hebt, dan moet je dus bij elkaar gaan wonen. En ik heb pas nog een mevrouw gehad, die zegt van, ik zeg mevrouw, ja, die man die wilde haar wel verwennen. Die had eigenlijk nauwelijks een huis. Die zegt, het kan niet anders, je moet gaan samenwonen. Dan zegt ze, ja, maar ik ga mijn huis niet uit. Ik zeg, ja, dan moet u mijn huis nemen. Is het een lieve man, vroeg ik nog. Toen zei ze, ja, voor een man is het het beste doen. Hè? Ja, want inderdaad, geef maar toe, lieve mannen zijn er niet veel. En als ze er al zijn, zijn ze meestal berooid. Die hebben meestal nog een rode cent. Dus je moet dat compenseren, het feit dat ze niks hebben, moeten ze compenseren met liefde. Begrijp u? Met aardigheid en hartelijkheid. Dat is waar wat ik nu zeg. Daar heb ik over nagedacht, daar heb ik op gestudeerd. Mijn naam is Stapel, dus ik heb dat in feite allemaal op een rijtje staan. Dus je moet samenwonen. En toen zegt die mevrouw, ik zeg tegen die mevrouw, u moet in mijn huis nemen. U moet in mijn huis nemen, want u kunt wel erven, maar anders betaalt u veel te veel belasting. U moet in mijn huis nemen. Ja, zegt, heb u die sokken wel eens geroken van die man? Ik zeg, ik niet natuurlijk, want zou ik die sokken geroken hebben? Dan zeg ik, nou, als u die ooit zou ruiken, zou u daar waarschijnlijk niet meer in samenwonen. Ik zeg, dan zult u moeten overheen stappen. He? Dan zult u overheen moeten stappen. U moet hem in huis nemen, anders gaat het helemaal fout. Ook ten aanzien van die kinderen van die man, die eventueel nog op die nalatenschap komen. U moet hem in huis nemen. En dan zegt de mens tegen mij, zeg notaris. Ze zijn nog steeds notaris tegen mij, hoewel ik al lang niet meer was. Notaris, gij denkt toch niet, Brabants ook, hè. Gij denkt toch niet dat ik voor zo'n stukje worst een heel verke in huis neem? Hey. Het is een citaat, niet denken van smerige praatjes, citaat. De kinderen hebben erfrechtelijk een vrijstelling van 19.000 euro de man. 19.000 euro vrijstelling kinderen. Dat is natuurlijk wel aardig, 19.000 euro. Alleen is de vraag, heb ik genoeg kinderen om genoeg vrijstelling te kunnen binnenhalen? Als je dus 3 kinderen hebt, dan heb je dus 3 keer 19.000 euro heb jij aan vrijstelling in ieder geval. Maar wij moeten ons realiseren dat er een hele belangrijke verbetering in de successiewet is gekomen wat de tarieven betreft sinds 1 januari 2010. Namelijk, ook kleinkinderen hebben een vrijstelling van 19.000 euro gekregen. En dat vind ik een hele belangrijke zaak, want dat betekent dus dat als u maar genoeg kinderen en kleinkinderen hebt, dat het bedrag van het vrijgestelde bedrag behoorlijk kan oplopen. Ik zelf heb 3 kinderen. En ik heb 7 kleinkinderen. Dat is in totaal al 10 dus. Dus toen er in december 2 werden geboren binnen 1 week. Toen zei ik het eerste, deze week 38.000 euro verdiend. Kijk. Nou ja, wij spreken dan. Die had ik dan weer als vrijstelling extra concreet bij boeken. En als je zegt, maar het schiet niet op met de kleinkinderen bij ons, stimulerend optreden. Stimulerend optreden en naar boven sturen die jongelui om te zeggen, van, luister eens, denk aan de nalatenschapsplanning. Heel belangrijk. Dus 19.000 is vrij voor kinderen en voor kleinkinderen. Dat is dus een heel belangrijke ontwikkeling dat dat mogelijk is. Ik moet met u nog even iets anders behandelen, is namelijk de positie van kinderen. De positie van kinderen, daarvan staat vast dat die sinds 2003... Er niet beter op is geworden. Kinderen erven
Erven wel, maar als u wilt dat die kinderen pas veel later aan bod komen, dan kunt u dat allemaal regelen. Ze staan wel achter bij de echtgenoot, je kunt ze achterstellen bij de niet-huwelijkse partner. Hè? Zo heet dat in Holland, de partner. Heet dat daar? En dan kunnen ze niet-huwelijkse partner ook bevoordelen, behandelen als ware het een echtgenoot. Kinderen kun je dus in de hoek zetten. Maar dat is, en er is alle reden voor, want heel veel kinderen deugen niet. Hè? Dat hebben we gelezen. Heel veel kinderen moeten de klas uitgezet worden en dan wordt de onderwijzer opgesloten. Nou, als je zegt ik heb zo'n kind wat niet deugt, dan staat u er tegenwoordig goed op. Hè? Want u kunt zo'n kind dus wijzen onterven. Kan je kind onterven? Ja, je kunt je kind onterven. Kan het kind er iets tegen doen? Nee, niks. Dan kan het kind niks meer tegen doen. Maar ik moet wel even een correctie maken. Het kind kan er niks tegen doen, oké. Maar het kind kan wel aanspraak maken op een legitieme portie. En die legitieme portie maakt het kind niet meer tot erfgename. Dat bedoel ik met onterven. Onterven is uitsluiten als erfgenaam. Het kind is geen erfgenaam meer. Het kind kan aanspraak maken op een legitieme portie. En dat is alleen maar een geldvordering ter grootte van de helft ongeveer van hetgeen het kind normaal gehad zou hebben. Dus je kunt het kind de helft ontnemen in waarde. En het kind kun je uit de boedel zetten. Laat hem maar in Amsterdam in het kraakpand zitten. Het kind heeft alleen maar aanspraak op een geldvordering. Hè? En die geldvordering is pas opeisbaar als een langslevende echtgenoot of tweede echtgenoot is overleden. Of de niet-huwelijkse partner, indien u dat hebt bepaald. Dus je kunt kinderen behoorlijk lang in de wachtkamer zetten. Hè? Dan zeggen mensen, ja, maar ik heb geen partner meer. Ik heb niks. Ja, dan moeten die kinderen dus, als ze onterfd zijn, moeten die kinderen dat geld hebben. Normaal zouden ze 100 krijgen in waarde, dan krijgen ze dus een vordering van 50. Die vordering kunt u de kinderen ook nog ontnemen. Dan moet u echter de volgende grap uithalen. En dat is ook weer een praktische toepassing van het erfrecht. Dan moet u eens kijken of u in uw vermogen een hoop rotzooi hebt zitten. Als dat zo is, dan vermaakt u aan uw kind wat niet deugt, laten we maar Joop noemen. U vermaakt aan kind Joop A een staalkerven te epen. He? Om maar eens wat rotzooi te noemen. He? Een aquarium van 6 bij 4 meter zou kunnen. Is wel wat waard, in ieder geval. Maar wat moet u met die aquarium van 6 bij 4 meter doen? He? Niemand wil dat ding hebben. Vermaakt u ook aan onze Joop. En verder nog 2 pagina's troep. De hele inboedel, alles. Vooral ook die inboedel. Want mensen denken al dat die inboedel zal gevochten worden als wij doodgaan. Nee hoor. Je mag heel blij zijn als je die inboedel kwijtraakt. Als je die kunt afvoeren. Dat is al heel een punt van zorg. Wie dat meegemaakt hebben, die weten dat. Dus die inboedel, die moeten we ook weg. En verder nog een hoop troep in Salou. En een appartementje heb je dan nog ooit gekocht. Ook alles wordt vermaakt aan Joop. En u had uitgerekend dat ongeveer het bedrag was, gelijk was aan waarde, aan het bedrag van zijn legitieme portie. Dan gaat u dood. Meteen al daarna, want u stapt het kantoor van de notaris uit, kijkt niet naar links en naar rechts, en met een blij gezicht loopt u onder een shovel. Zie je pas ook gebeuren, geloof ik, een shovel, zie ik een café gereden, heb ik eerst gelezen. Onder diezelfde shovel was het. Onder die shovel, u bent morgens dood, en ze hebben u mooi, u bent een stuk platter geworden, hebben u gelegd op het trottoir, en ze vinden dat u zo mooi kijkt, zo blij kijkt eigenlijk. Maar dat komt natuurlijk omdat u katholiek was. U ligt er blij mee. En Joop komt met de notaris toe en zegt: notaris, leg mij eens uit hoe mijn rechtspositie is. Nou, zegt de notaris, dat ik jou eens uitleggen. Jij verkrijgt A, een staalkerven te Epe. B, een aquarium van 6 bij 4 meter. De hele inboedel. Een appartementje in Salou. En nog 2 pagina's troep. Allemaal voor jou. Dan zegt Joop, luister eens. Volgens mij is dat ongeveer de waarde van mijn legitieme portie. Die had hij uitgerekend in de trein. Hou die rotzooi maar, doe mij maar geld. En dan begint de notaris te grijnzen, als het een beetje gemeene notaris is. En er zijn alle notarissen bijna. En zegt het rondje: Joop, maar denk jij wel, je kunt wel verwerpen, jongen. Maar in de wet staat tegenwoordig dat alles wat jij had kunnen krijgen, in mindering komt op jouw legitieme portie. Met andere woorden, als jij dat allemaal niet wilt hebben, die rotzooi, dan krijg jij dus niks. Helemaal niks. Is dat mooi of niet? Dat is dat geweldig dat je dat zo kunt regelen. En nou begrijpt u een aantal dingen. Nou begrijpt u waarom u, als u over langs de snelwegen rijdt, waarom u bij die benzinestations tegenwoordig zoveel boedelbakken ziet staan. Daar zag u vroeger 1 boedelbak staan. Tegenwoordig ziet u 3, 4, 5 boedelbakken staan. Ze moeten een parkeerplaats aanleggen om het aantal boedelbakken te kunnen herbergen. Voor wie zijn die boedelbakken, denkt u? Voor Joop. Allemaal van Joop.
En je begrijpt nog veel meer. Waarschijnlijk zit hier wel iemand die hier in de uitvaartbranche werkzaam is. He, de innovatie daar wordt ook allemaal groter. Ik heb het van de week voor het eerst gezien. Je kunt het misschien iets in voordeel doen. Die hier in de uitvaartbranche zit. Ik heb het van de week voor het eerst gezien. Een lijkauto met een trekhaak erachter. En waar is die trekhaak voor, denkt u? Voor die boedelbak, precies. En dan kunnen ze dus tegenwoordig alles zo in één keer afvoeren. Is dat mooi of niet? Dat is toch geweldig? Dames en heren, ik moet nog één onderdeeltje behandelen en dan moet ik gewoon naar de borrel. Ik moet langzaam ook de dorst te krijgen. Maar goed, ik mag me natuurlijk niet mijn lijntje van leven afmaken vandaag. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik wil nog wel eens één ding onderwerp behandelen dat voor menigeen misschien dadelijk aanleiding geeft om een rode kop te krijgen. Gelukkig is het niet zo. Het licht nogal gedempt, dus ze zitten misschien niet. Maar diegenen die vlak bij de lamp zitten, die moeten natuurlijk rekening houden met wat ik nu ga zeggen. Dus wapen je tegen de rode kop. Het gaat over een probleem dat zich in het erfrecht in toenemende mate de kop opsteekt. Het gaat over wat ik zou willen noemen de Prins Bernhard problematiek. Zullen we zeggen, de Prins Bernhard problematiek? Ja, de Prins Bernhard problematiek, ja, daar wou ik het even over hebben, ja. Prins Bernhard, die had regelmatig, zoals dat heet, die Frühling im Hose. Ja, hoe heet dat? Die had die Frühling im Hose. En dat leidde er dus toe dat het genetisch materiaal van Prins Bernhard over de hele aardbol is verspreid. En dat heeft er ook toe geleid dat er op diverse plaatsen afstammelingen rondlopen van zijn, ik mag bijna zeggen, doorluchtige hoogheid. En erfrechtelijk is dat een meeslepende kwestie. En dat boeit mij buitengewoon, want de vraag die dan opkomt natuurlijk is, erven die lui ook? Erven die alleen maar biologisch verwante personen? Het antwoord luidt, nee, die erven niet. Maar in toenemende mate ontstaat het probleem dat velen zich realiseren dat zij het vaderschap gerechtelijk kunnen laten vaststellen. En dan zal ik u voorstellen welk probleem ik zelf aan de lijve heb ondervonden. Ja, niet hoogstpersoonlijk natuurlijk, want ik ben een heel nette man. Maar een geval wat zich voordeed in de praktijk. Er gaat een meneer dood, hij heette toevallig ook Joop. En die Joop die was vrachtwagenchauffeur geweest. En die had al vele jaren op en neer gereden met de vrachtwagen naar Spanje. En had €1 miljoen had hij bij de Rabobank staan. Want dit is de Rabobankzaal. Die had hij verdiend, maar hard werken, onze Joop. En hij had de kip nog graag, geen kinderen. Hij sliep altijd in die vrachtwagen, dus hij kon een hoop geld overhouden. En hij mocht niet drinken, hè, als chauffeur. Dus, hij had een hoop geld. Had 10 even een nichten. En op een gegeven moment gaat hij dood, op zijn 86e. En die 10 even een nichten, die constateren het hun genoegen dat ze iedere ton erven. Ze moeten wel 30 of 40% belasting betalen, zo blijkt. Maar ze hebben de man wel €65.000 verdiend, waar ze niks voor hebben hoeven doen. Niets. Kunnen ze zo in de zak steken. Dus dankbaarheid bij de neven en nichten. Ze hebben Joop uit de vriescel gehaald. Hè? En ze hebben hem in de kamer van een van die neven en nichten neergelegd. Hè? Deksel eraf. Hè? Zo'n deksel met die knoppen. Hè? Bij het servies gezet. En daar ligt Joop dan op de tafeltennistafel. Hè? Vreugdevol te kijken. Want hij had een mooi leven gehad. Mooie rode wangetjes. Prachtig. Die 10 neven en nichten die hadden natuurlijk een hele blij gemoed. Die waren blij van zins. Hè? En die zeggen dus op een gegeven moment, dan zullen we maar zelf ook maar Joop ligt in de krat, zullen we zelf ook een paar kratten halen. He, toen hebben ze een paar kratten gehaald en die hebben ze onder die kist van Joop gezet. He, en er is een feestelijke stemming ontstaan. Het was rond de 11 van de 11, dus ze dachten, het kan vandaag wel leien. He, en ze hebben op een gegeven moment rondom de kist de polonaise ingezet. Rond de kist en dan kwamen ze bij het hoofdeinde van Joop. Dan was dat houtje weggevallen, wat de zaak dicht hield. Dus toen was die En dan hebben ze dus één voor één allemaal een slokje bier ingedaan. Ze zeggen, is dat onerbiedig? Nee, want Joop had niet mogen drinken als chauffeur. Nooit. Maar nu wel. Hè? Dus ze hebben hem extra gegeven wat hij al tekort kwam. Er heerst een feestelijke stemming, zo zeide ik reeds. Daar wordt op de deur geklopt. Hard geklopt. Zacht geklopt. En hun die zeggen, wie zal het nog zijn zeker? Nou, zegt een van de lui, ik denk haast dat er iemand verdwaald is zeker. Ga jij eens even vragen naar zijn naam dan? Hè? Dan ga je naar die deur dan. Dan doet de deur open, staat er een beetje een rafelige jongen met een beetje pokdalig gezicht. Staat voor de deur en zegt die neef, wat doe jij hier? Dan zegt hij, mag ik even binnenkomen? Mijn naam is, toen hij binnen stond, mijn naam is José.
José. Ja, José. Zeg je, maar ik heb in Salo gelezen dat mijn vader is overleden. Hè? En in de Telegraaf. En daar, hier ben ik nou om, niet alleen om de uitvaart mee te maken, maar ook nog om andere doeleinden. Zeg een ogenblikje, hij trekt een schaartje uit zijn binnenzak en knipt de laatste haren van Joop zijn kop. Dat zou bij u ook nog net kunnen. Hè? Maar net. Hè? Knipt die haren van Joop zijn kop en steekt die met een triomfantelijk gebaar in zijn binnenzak. En dan denkt hij, neef en nichten, wat krijgen we hier? Vertel eens, Gothé, wat is hier precies aan de hand? Nou, zei hij, deze Joop die is 40 jaar geleden, is die Joop in Salo geweest, hè, met de vrachtwagen. En toen heeft hij daar, op het strand kennis gemaakt, op het boulevard kennis gemaakt met mijn moeder, die als serveerster was. En het is zo gezellig geworden, hè, dat ze 's nachts hebben ze samen op het strand liggen schuren. Zeg, vandaar ook dat ik zo'n pokdalig gezicht heb, met al van die gaatjes erin. Hè? Ik zeg, hier ben ik nou om het vaderschap gerechtelijk te laten vaststellen, want ik heb verder geen vader. Hij kwam wel eens een keer langs nog met de gezelligheid, maar ik heb geen vader, dus ik heb jou zo te prijs stellen. Hè, wanneer ik met behulp van deze haren nu het vaderschap gerechtelijk kan gaan vaststellen. Dat ga ik me over niet prijs stellen, dat ga ik gewoon doen, zei hij. En dat lukt, hè? Dat lukt! En wat erft dan onze vriend José? Die erft 1 miljoen euro. Wat erft die neef en de nicht? Niks. En wie betaalt die twee kratten bier? Die neef en de nicht. En dan begrijp ik best dat sommigen nu zenuwachtig in die zaal zitten te worden. Die denken, potverdorie, had dat nog niet behandeld. Want vaststaat dat in de jaren 50, 60... 12% van degenen die 12% van de mensen een andere vader hebben... moeten hebben, dan bij de burgerlijke stand zijn ingeschreven. 12%. Ik begrijp dat uw eetlust nu wat minder wordt, maar het is wel zo. Dus dit probleem doet zich steeds vaker voor dat ze bij de afwikkeling van een nalatenschap een kind komt aanzetten en pogingen doet om het vaderschap gerechtelijk te laten vaststellen. Dat kan dus. Dames en heren, ik moet afsluiten. En afsluiten doe ik dan ook met u op te roepen om met het oog op de vermogensoverheveling vooral ook te denken aan uw eigen genoegens. Dat geldt vooral ook voor uw ouders, denk ik, hè? Voor zover nog in leven. Hè? Overhevelen. Ik doe dat ook heel, heel intensief. Ik ben voortdurend bezig met het overhevelen van vermogen naar de kastelein, naar hoteliers, naar de dealers. Hè? Dus ik vind wel dat het nodig is dat ik dat doe. En binnenkort ga ik dus weer met mijn vriend op vakantie naar Oostenrijk, naar Obergurgel om precies te zijn. Ja, daar kun je heel goed overhevelen. En daar gingen wij aanvankelijk, gingen mijn vriend en ik, gingen onze vrouwen ook mee. We hadden toen, we hebben nog een vrouw, maar allebei. Alleen, we zijn nu met z'n tweeën op elkaar aangewezen, zo gezegd. Want wat gebeurt er? We hebben enorm veel geluk gehad. 19 jaar geleden kreeg zijn vrouw te horen dat ze ernstige hoge bloeddruk heeft. Nou, dat was boffen. Want de dokter zei, u mag niet meer boven de 1000 meter komen. En hoe hoog zaten wij, denkt u? Ja, wij zaten op 1950 meter, dus daar waren we ook vanaf. Ja, daarop ging mijn vrouw nog mee. Maar ik zeg nog, want we staan op een hele snelle hellinkje, is een ankerliftje. Mijn vrouw begint te wiebelen, ik denk, ik stap eens uit. Ik stap uit. Mijn vrouw wordt nog 50 meter meegesleurd aan dat haakje. En ligt boven in twee delen ligt ze op het sneeuwspoor. Een skispoor. Ik zeg, wat is dit? Ik denk, jongen, het ziet er ernstig uit. Maar dat was de sneeuw die hier lag zo. Maar wij wel naar dokter Strobel. En dokter Strobel was een hele stevige fotograaf. En die kwam kwam hij met een mooie foto terug. Hè? En hij zegt, jongen, dat ziet niet goed uit, zijn die dingen. Maar ik zeg, nou volgens mij, her dokter, ziet het zeer goed uit. Hey? Ik zeg, wat is los hier? Nou, zei hij, die arm is uitgekoegeld. Ik zeg, uitgekoegeld? Dat is mooi. Ja, ihre vrouw darf niemals meer skifahren, zei hij. Ik zeg, nou, hartelijk dank. Hey? Sindsdien gaan mijn vriend en ik alleen op vakantie. Maar wij zijn wel zo, we hebben de twee persoons bij de aangehouden, overigens, voor het gemak. Hey? Maar we sturen altijd een kaartje naar huis. Zo zijn wij wel. Altijd sturen wij een kaartje naar huis. En dat is mijn wens die ik tot nu toe uitspreek. Zorg altijd, als u aan het overhevelen bent van vermogen in het buitenland, een kaartje naar huis sturen. En dan zet u dan, wat mij betreft, de volgende tekst op. Liebling, wenn ich ein Vogel wär, flog ich zu dir. Aber, weil ich nicht fliegen kann, vögele ich hier. Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? Dat is allemaal zo duidelijk. Hier is een vragensteller. Wacht even. Nou, dat is een onderwijzer, denk ik. Wacht even, kijk de microfoon.
Meneer Van Mark, u vertelde straks dat het mogelijk is om uw vrouw te onterven. En daarmee kreeg je natuurlijk de handen op elkaar, zeker in een publiek wat voornamelijk uit mannen bestaat. Mijn vraag is, kan mijn vrouw mij onterven? En hoe kom ik erachter dat ze dat geflikt heeft? Ik kan niet voortdurend man, vrouw, vrouw, man zeggen, maar uiteraard is alles wederkerig. Hè? Dus wat dat betreft heb ik wel een somber nieuws voor u. U zou ook onterfd kunnen zijn. Ik hoop voor niet, maar ja, als u vaker van dit soort vragen stelt, dan loopt u wel een kans natuurlijk. En u hoeft het niet te weten. En de notaris zegt het ook niet. U had het net over als je geld overmaakt en je zet eronder UC. Uh-huh. Is dat legitiem? Ik bedoel, moet ik niet naar een notaris? Het is voldoende? Schenkingen zijn vormloos. Behalve dat schenken op papier moeten van de notaris toe. Maar in principe zijn schenkingen vormloos. Soms is het verstandig als er een bewind op komt om dat via de notaris te doen. Maar als u gewoon geld overboekt naar kinderen, is dat vormloos. Al maakt u een miljoen over, hè, dan is dat vormloos. Alleen het probleem is dan dus dat men niet denkt aan die uitsluitingsclausule, wat de notaris vaak wel doet. Ja, ja. Dus in die zin is het buitengewoon wijs om echt toe te voegen UC en dat werkt. Ja, ja. Ondanks dat je dus niet naar de notaris gaat, dat werkt. Gewoon zelf UC erop zetten. Oké, dank u. Nog meer vragen? Collega notarissen of zijn jullie nou een keer stil, collega notarissen? Ik kwam thuis uit Obel, kunt u ondertussen kijken van vragen. Ik kwam thuis dus uit Obel Google nadat dat kaartje gestuurd had. En ik zeg tegen mijn vrouw voor het kaartje. Ik stond boven de eerste verdieping met raam. En ze zegt, nou, ik vond het een schandalig kaartje. Zo'n kaartje stuurt er niet naar mij. Ik zeg, nou, ik vond het best een leuk kaartje. Nou, het wordt ruzie. Ze douwt mij. Ik val achterover het raam uit op het gras, op het gazon. Ik zeg, schat, wat doe je nou toch? Toen zegt zij, weer vogel kan ook vliegen. Ja, applaus nog. Daar is die dan. Dank je wel. U drinkt wijn? Nou, ik drink van alles. Ja, ik weet niet wat erin zit. Ja. Maar volgens mij is het gewoon voor een beetje het vlees af te blussen. Ja? Het leek me niet meer soeps, maar... Voor het vlees dan, ja? Hey, dankjewel, hè. Merci, dankjewel. Ja, dames en heren, we gaan lekker maar eten. Dankjewel. Dames en heren, na deze geweldige, onderhoudende en leerzame conferentie van Maarten-Jan van Mark, willen wij nu nog enkele andere vragen aan hem stellen over het notariaat in zijn algemeenheid. Maarten-Jan, allereerst, wat denk jij dat de toekomst van het notariaat gaat worden? Nou, ik zie de toekomst in die zin een beetje somber in. Dat het notariaat van de toekomst niet meer alleen maar de aktemaker zal zijn. De aktemaker op zichzelf zal niet doodgaan, maar het aktemaken aan zich, daar krijg je de handen niet voor op elkaar en daar kun je kwaliteit ook niet in manifesteren. Mensen kunnen de akte niet beoordelen, de kwaliteit niet beoordelen. En dus zal het niet anders kunnen, denk ik, dat het notariaat de aandacht laat verschuiven naar de adviesfunctie. Die adviesfunctie is altijd onderbelicht geweest en heeft ook nooit de aandacht gekregen die verdient. Maar daar zal het wel heen moeten, willen we het notariaat van de toekomst kunnen blijven koesteren. Waarbij het dan wel om gaat dat het advies van een notaris een advies is van een onafhankelijke, onpartijdige vertrouwensman. En dat je dus inderdaad bij hem terecht kunt. Terwijl, laten we eerlijk zijn, in vele andere sectoren je toch het risico loopt dat er sprake is van een zekere afhankelijkheid van de adviseur van andere op de markt opererende personen en instellingen. Klopt. Een andere vraag. We krijgen binnenkort een wijziging in het huwelijksgoederenrecht. De bedoeling was dat de gemeenschap van goederen zo ongeveer zou worden opgeheven. En eigenlijk, ik ben net op college geweest, er verandert amper iets. Ja, ja, het is schandalig dat door een of ander maf, zeg het gewoon maf, amendement, het er nu zo bij staat dat toch alle erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen in de huwelijksgemeenschap vallen. Dus als je geen huwelijksvoorwaarden hebt gemaakt, loop je een groot risico, weliswaar kunnen... Ouders kunnen wel bij schenkingen en bij testamenten bepalen dat alles wat er verkregen wordt niet in je gemeenschap van goederen valt. Maar ja, een hoop mensen komen tegenwoordig niet meer bij de notaris, omdat het erfrecht zodanig is dat je in veel gevallen niet meer naar je notaris hoeft. Dus dat vind ik een enorm linkersoep en ik vind het ook onverantwoord dat dit amendement is aangenomen. Maar nogmaals, in de sfeer van wetgeving verbaast me eigenlijk niks meer, om de eenvoudige reden dat je er geen staat meer op kunt maken dat er allerlei andere dingen meespelen dan verstand. Er speelt emotie mee, er speelt politiek mee. Hè. Puur verstand speelt een ondergeschikte rol, denk ik vaak, in de sfeer van wetgeving.
the south side of Chicago is the baddest part of town. And if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Now Leroy more than trouble. Ik heb het allemaal heel goed geregeld. Ik heb ook een hele goede notaris in het Griekse. Ja? En meneer van de Heuvels, op Westerbier. Oh ja. Die heeft het uitstekend geregeld allemaal. Ja? Dus mijn nageslacht, dus op dit moment is er één dochter van acht. Ja? Die komt niks te kort halen. Het is een bijzondere spreker van Maurik. Die heb ik kunnen zien net. En dat je hier toch 150, 160 mensen binnen hebt, is fantastisch. Ja. Hij brengt dit notariaat echt met een knipoog en een lach. En ik denk dat dit vak op zo'n manier heel goed uitgelegd wordt. Ja. Het is een saai vak. En als je dat zo neer kan zetten, dan ben je echt een topper. Maar goed, nog even een kleine aankondiging voor 2012. Want we gaan gewoon door. Ja. En ik bedoel, het MKB houdt gewoon niet op. We hebben een maat een hele bijzondere spreker, waarvan ik de naam nog niet ga noemen. Ja, het is echt een topavond en we hebben eind november het najaarscongres 2012 voorzien voor MKB Nederland. Dat is Hans Biesheuvel. Hebben jullie de erfenis goed geregeld? Tuurlijk. Ja? Allemaal goed geregeld. Ja, perfect geregeld, ja. Vrouw, partner, kinderen, vrouw. Komen in. Vrouw? Ja. Komt niks tekort, nee. Niet onterfd, nee, stiekem. Nog niet. Stiekem. Ik ben ook gelukkig getrouwd en binnenkort gaan we weer 19.000 euro vrijstelling erbij. Oh, kijk eens aan. Ja. Tweede kleine. Tweede kleine. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, super. En maar ook gelijk goed geregeld met de kinderen? Ja, absoluut. Heeft u al veel geschonken aan uw kinderen? Nee. Nee? Nee, daar zijn ze nog helemaal niet aan toe. Nee, maar verdienen ze hun eigen geld dan? Ik denk het wel, ja. 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 Nou, daar heb ik net met professor over gehad. Dat het best wel interessant is om 6 kleinkinderen te hebben. Want dan heb je dus 6 keer die belastingvrijstelling van 19.000 euro. En voor mijn kinderen zelf dan ook. En, maar ja, dat zijn allemaal mooie getallen, maar je moet het allemaal nog weten te realiseren. Ja. Het moet natuurlijk nog wel liquide gemaakt worden. En, daar zijn we nu mee bezig om eens te kijken wat het... Zonder al te veel af te dragen aan de fiscus. Leo, hoe heb jij dat geregeld? Want die kinderen van jou, die maken volgens mij hoop op. Ja, dat doen ze net, maar ik heb ze ook een hele hoop gegeven en dan krijgen ze niks meer. Nee. Alles is op natuurlijk. Ik heb vooraf gegeven met warme handen. Ja, ja. Ik kan nu zien wat ze ermee gedaan hebben en dat bevalt me wel. April of mei, denk ik. Ik zag jouw vrouw laatst toch heel vaak naar de overkant lopen. Is dat vanwege de frituurpan daar of... Maar heb je hem al onterfd? Dat weet ik niet, hè? Nee. En de notaris mag er ook niets van zeggen. Dus nee. Ik ben wel heel benieuwd. Is er nog ergens een Priscilla of een Kimberly? Tuurlijk. Ja, ja. Maar we kunnen nu best over praten. Ja, toch? De camera zat erbij. Dus ja, daarom. Ja. Heel erg humoristisch, maar ook ter zakenkundig. Want hoe humoristisch van Maurik natuurlijk ook is. Hij weet wel waar hij over praat. Hij is voor 80% volgens mij de grondlegger van ons erf- en schenkrecht. Dus het is niet zomaar de eerste de beste. En dat merk je. En als je het op zo'n manier kunt brengen, dan is recht gewoon een hartstikke leuk vak. Dus ik zou eigenlijk ook voor mensen, studenten, ga eens even kijken bij zo iemand. Dus kijken hoe leuk ons vak is. Ja. Junkyard dog, better than a old King Kong, meaner than a junkyard dog.